Hallo allemaal, hartelijk welkom. Jij hebt het supergoed gedaan. Kan je? Klasse. Heel goed. Ik ben eigenlijk wel heel erg benieuwd wie er allemaal in de zaal zitten. Misschien kan ik nog een lichtje krijgen, want steek je hand op als je nu in het bestuur zit of misschien een bestuursfunctie hebt gehad in het verleden. Debbie? Sorry. Als je leiding bent of bent geweest. Ja. Als je op dit moment lid bent of misschien wel in het verleden lid bent geweest. Ah, kijk eens. Een bijzondere herinnering die ik zelf heb aan Excelsior. Behalve dat het altijd een hele leuke tijd geweest is. Ik heb ruim 10 jaar in het bestuur gezeten. Maar toch een van de hoogtepunten, dat heeft helemaal niets met gymnastiek te maken, maar met oliebollenbakken. Ja. Ik heb echt geen leuke... Nee, jawel. Ik ben begonnen als 4-jarig meisje. Toen zat ik op gym bij Van Koot, in de Van Delenstraat was dat. En zo langzamerhand, ja, ik was 13. En toen vroeg de leidster van, wil je mij niet helpen? Nou, dat heb ik dus gedaan, dat vond ik leuk. Later een cursus gevolgd. En al met al ben ik 59 jaar leidster geweest van Excelsior. Hoeveel laken? Namens voortgangster Gim. En ze is op 1 keer uitgenodigd voor in België, maar dat vond ze te ver. Is dat blauw de groep van Gerda Haan of wit de dinsdag groep van Wil Roest? Het is blauw de groep van Gerda Haan. Gerda, jouw groep is echt al heel lang bij elkaar. Dan ben ik bijna jaloers op alle mooie groepen die ik voorbij zag komen. En hoe bijzonder het is dat je vanaf zo klein al zulke mooie dingen leren doen. En als ik dan het laatste filmpje zag met die turnsters, dan denk ik, wow, ik heb ooit als kind een keer in het zwembad geprobeerd om een handstand te maken. Dat heeft me een stukje van mijn tand gekost. Het is gebruikelijk dat bij zo'n gelegenheid, zo'n 100-jarig bestaan, er een donatie van de gemeente is. En voor elk jaar een bedrag. En bij jullie telt dat inmiddels op tot 1.000 euro. Daar kan dit mooi voor gebruikt worden. Ik was redelijk middelmatig. Ik had voor de brug een 6,9. Voor de balk een 6,5. Voor de kast een 6,9. En het jaar daarna was het allemaal net een beetje over. Maar heel graag, ja, meisjes tussen de 6 en de 8. Mooie herinneringen heb ik eraan. Ik ga zo dadelijk de erepenning en de bijbehorende oorkonde, die hoort daar ook bij, overhandigen. En daar hoort ook een ondertekening bij. Ik overhandig hem met heel veel plezier. En hij is echt, we hebben ook een oorkonde erbij en ook een ondertekening door de koning zelf. Het is echt niet zomaar wat. Jullie hebben hem ook echt verdiend, dus ik hoop dat je een mooi plekje krijgt. En dat jullie ervan kunnen genieten. Je mag ook je naam eronder schrijven met de erepenning en alles. Nu mag je gebruiken in je beeldmerken.
Dus ik hoop dat jullie dat gaan doen en dat jullie ervan genieten. De koninklijke erepenning. Ik hou hem met trots omhoog. En een trotse vertegenwoordiger van de vereniging die hier staat. Was deze avond? Hoe erg? Nou ja, erg fantastisch was deze avond. Ja, en nog steeds. Ja, we zijn echt ontzettend trots dat we dit hebben mogen kunnen doen. Voor al die mensen. Want ja, dankzij al deze mensen die er vanavond waren, bestaan we 100 jaar. Dus ja, nee, we zijn echt fantastisch blij met deze avond. Heeft u al eens eerder een keer vastgezeten in de lift? Nee, nog nooit gelukkig. Nee, nee. Gelukkig niet. Maar was dit nou het hoogtepunt van de avond? In de lift zitten? Nee, dat was echt niet het hoogtepunt. Nee. Nee. En wat was het dan wel? Alles eigenlijk. Alles had wel een hoogtepuntje. En in al die jaren dat u met Excelsior bezig bent geweest, wat was voor u in al die jaren een hoogtepunt? Ik vond lesgeven toch wel het hoogtepunt. Ja, lesgeven, wedstrijden, wandeltochten, ja, dat eigenlijk. Op het eind van de avond werd er een oproep gedaan voor vrijwilligers. Ja. Is het nijpend, het tekort? Ja, we hebben al een tijdje geen voorzitter en een secretaris meer. Bestuursleden die er nu zijn, dat zijn er 4. Die zitten er allemaal 7 jaar. En ik persoonlijk vind het ook wel goed als er wat vernieuwing, nieuw bloed binnenkomt. Vandaar ook een oproep. Is het nijpend? We kunnen het nog wel aan. Maar ik denk dat er binnenkort toch ook wel een aantal wat zullen stoppen. En dan wordt het echt wel nijpend. Dus, het is echt... dus in die zin was het niet helemaal ten onrechte dat Debbie Gijsbers te zijn. Want we willen het 101-jarig bestaan ook nog wel kunnen vieren. Helemaal mee eens. Helemaal mee eens. Ja, klopt. Waarom is steunen zo leuk? De andere mensen kijken die vallen is leuk. Ja. Heb je er niet meer over te vertellen? Ja, zeg maar, het is heel gezellig altijd en de nieuwe dingen leren is heel leuk. Ja. En jullie zijn het er allemaal mee eens? Ja. Ja. Zitten te kijken of iedereen waar geweest is? Ja, inderdaad. Ik was even nieuwsgierig of iedereen inderdaad gekomen is. Maar de meesten zijn er. Daar zijn we heel blij mee. Je moest presenteren. We hebben ook wel een beetje genoten van de avond. Ja, zeker. En vooral naar de aanloop ernaartoe natuurlijk. Al de boeken die we nagekeken hebben. We hebben zelfs een notulenboek uit 1926 gevonden. Ja, dat was toch wel heel leuk hoor. Penning, was dat echt een verrassing? Ja, we hebben natuurlijk wel aan moeten vragen. Maar ja, dan is het nog de vraag of je hem krijgt, hè. Dus dat is wel helemaal super.